In aflevering 4 van Mario Wonder krijgen we te maken met deze smakkerelvissen. We moeten dus lekker een klein stukje gaan zwemmen en we leren de dolfijnslag. En deze Roberts probeerde me te beroven van al mijn muntjes. Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor meer Super Mario Bros. Wonder. Bowser moet hier ergens zijn. Wow, wat is dat? Ja, kijk, daar is die hoor. Maar hij gaat sowieso weer voor ons vluchten. Wow, die wolken zijn wel vet. De piranha-wolken houden vervelende indringers op afstand. Dus ik kan ongestoord alle wonderkracht verzamelen. En als ik uiteindelijk genoeg heb om een groot wonder uit te voeren, zal de wereld aan mijn voeten liggen. Wah! Wat vreselijk, hoe kunnen we hem tegenhouden? Oh, we worden geholpen. Wat gebeurt er? Dit is het koningszaadje. Oh, ik denk dat hij een van die wolken weg gaat halen. Ja! Kijk, 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 de eerste is al weg. Lekker. Oké, dus we moeten gewoon alle werelden uitspelen, alle kastelen herstellen. En dan gaat het goed komen. Wil je me alsjeblieft helpen om nog meer koningszaadjes te vinden? Dat zijn de meest waardevolle dingen in het hele bloemenrijk. En ik denk dat het onze redding kan zijn. Zeker. Ontzettend bedankt. Laten we dan op weg gaan naar de wolkenpiek hier in het noorden. In het paleis daar moet een koningszaadje te vinden zijn. Jij. Weet je wat? In deze video ga ik gewoon met Luigi spelen. Let's go, we moeten deze kant op. Of we moeten eigenlijk nog even deze bonus levels doen hier. Buizen met een slakkengang. Niveau 3. Oké, dus er zitten hier overal van die slackies. Kijk, ze chillen, die slackies. Oké, we hebben hier Luigi Olifant. Ja, is lekker. Ja, Luigi Olifant is ook wel lekker. Oh, wacht even. Wat zit jij nou te duwen, jongen? Ken ik hierin? Nee, ik ken hier niet in. Wat gebeurt er als we die allemaal kapot maken, die slackies? Er zijn hier kapot veel slackies. Wegwezen. Ik hoef wel slackies. Oh, wacht. Dan moet ik waarschijnlijk even op hun hoofd springen zo. Om deze te pakken. Ja, dat dacht ik al dat zo zou gaan. Maar maakt niet uit. Maakt niet uit. Ik heb een reserve olifant. Oké, wat gebeurt er als ik even terug ga? Zijn die vijanden dan weer terug? Of niet? Ik kan moeilijk daar naartoe springen, denk ik. Of wel? Kunnen we dan hier naartoe springen en zweven? Ja, dit kan. Oké, lekker. Oké, ik heb het gehaald. Nice. Hoppakee, Olifant weer. Nee, geen Onlyfans, Olifant. Oh, trouwens, doe de duimpjes even omhoog. Dat moeten jullie niet vergeten voor Mario Wonder. En abonneer als je van Nintendo houdt. Ik vraag me echt af. Ik heb het gevoel alsof ik heel veel bonus dingetjes mis of zo. Zitten hier überhaupt bonus dingetjes? Ja, wel hè. 10 muntjes, ja. Oh, kunnen deze kapot? Ja, kijk, top. Oké, dit was sowieso wel de bedoeling. En dan heb ik hier 10 muntjes. Ja, dat is de laatste. Waar zitten die eerste twee dan? Ja, ik kan nou niet meer echt teruglopen volgens mij. Als ik hier tegenaan... Oh, toch wel. Ik denk dat ik sowieso hier al die beesten moet verslaan, want och. Kijk, ik kan zelf ook buizen duwen. Oh, kijk, ja, hier heb ik er één. Dat is het begin van het level. Als je Mario Olifant bent, dan kan je zelf ook duwen. Oké, dat is dan de eerste. Oké, dan moet er tussenin nog ergens één zitten. Dus je moet twee keer naar achter en dan tussenin ergens zit er ook nog wat. Oké, hier is het halve levelpunt. Ja, kijk, ik kan deze dus ook blijkbaar duwen. En deze ook. Oh, even terug. Even terug. Deze buis moet hier natuurlijk bovenop. Oké, dan moeten we deze helemaal doorduwen. Zo. Ja. Yeah. En dan kan deze erop. Dus het is de kwestie van alle buizen duwen. Oh. Oh, oké. Okay. Oké, bonus level. Oh, oké, okay, daar is de mega rups. Oh, 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 oh. Rustig, jongen. Dit gaat fout. Dit gaat fout. Ja. Yeah. En dan deze bloem pakken. Ja. Yeah. En dan kan ik in deze buis. Oh, maar daar ben ik al geweest. Hier ben ik al lang geweest. Nou heb ik nog steeds die tweede 10-munt niet. Zou dit hem kunnen zijn als ik deze buis wegduw? Kan ik dan hierin? Ja, dit moet hem wel zijn. Ja, dit is hem. Jeetje, daar moest ik even voor naar op zoek. Maar we hebben hem gevonden. Dit was bijna aan het begin van het level. Ongeveer bij deze bloem hieronder. Yay! Dit was even een zoekplaatje, maar we hebben alles weer hoor. Nou, wat is dit voor gouden level? Versla alle vijanden om de poort te openen. Als je snel bent, krijg je bovendien meer beloningen. Dus als je alle vijanden verslaat, maken we een speciale poort open. En als we snel zijn, dan krijgen we nog meer beloningen. Oké, cool. Ik ga voor de olifant. Of nee. Ik ga voor de bloem, denk ik. Oké, dan gaan we hier naar boven. En dan gaan we deze kapot maken. Oké, lekker. Nog 6 te gaan. Gewoon even deze voor je uitschieten. Dat gaat meestal het snelste. Hoppakee. Oh, nee. Oh, dat is jammer dat ik die laatste net miste. Ik denk dat het sneller kan. 13 seconden. Oké, dan gaan we weer. Nog 8. Wat? Gekke piranha plants. Ga weg. Oh, dit gaat helemaal niet snel. We hebben er weer 2. Ja, daar nog 1. Pak ze. Ah, kom op. Ah, nee. Nee, nee. 28 seconden. Geen idee of dit snel is. Dit is super leuk. Oké, hoe gaan we deze verslaan? Die moeten we gewoon laten rennen, denk ik. Ja, kom maar. Cool. Dan laten we deze ook even rennen. Of kan ik ze ook schieten? Ik kan ze ook schieten, denk ik.
Oh, jongens. Oh, dit. Nu ben ik het echt aan het verpesten. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Ja, oké, loop maar. Dit gaat toch helemaal fout. Ik ben mijn bloem kwijt. Kom maar. Ja, goed zo. Oké, jij sprong nog even. Ja, binnen een minuut, hoop ik. Ja, we zijn er. Oké, ja, dit is top, denk ik. Volgens mij hebben we het record gehaald. Volgens mij hebben we alles wat we moeten halen. Ja, het moest binnen 70 seconden. Dit is superleuk. Dit zijn zulke leuke levels, jongens. Mario Wonder is echt geweldig. Wat een leuk spel. Nou, hoeven we dus alleen nog de spelonk der zinkende buis en hebben we alles gehad hier. Oké, hoe moeilijk zal dit zijn? Ik ben benieuwd. Hoppakee, ik spring eventjes wel eerst lekker op jouw hoofdie. Die buizen, die gaan hier ook inderdaad lekker naar beneden allemaal. Ja, is dat bij hun allemaal? Nee. Hoi. Daar komt hij weer, jongen. Oké, ik moet hier even deze bloem pakken. Ja, dan moet ik eerst even op jouw hoofd springen. En dan rennen. Want ik denk dat hier een 10 muntje zit. Of, oké, een geheime buis. Oké, lekker. Oh, ik kom erachter. Kijk, zie, ik ben helemaal erachter. Nu is hier water. Maar ik heb geen olifant. Oh, maar dat maakt niet uit. Ik kan alsnog deze bakken. Hallo, ik ben er weer. Ja, jullie denken ik ben dom. Jullie denken ik ben dom. Ik ben niet dom, hè. Hoppakee. Oké, we gaan nu hier deze 10 pakken. En terugrennen. En wegrennen. Ja, dit is top. We gaan volgens mij hartstikke goed. Dit gaat nu wel soepel. Ik denk wel dat ik daar naar boven kan trouwens. Of moeten we hier eventjes... Ja, oké. 10 muntje. Kan ik hier naar boven? Ja. Yeah. Hier zijn denk ik wel alleen maar muntjes te vinden. Ja, niet zo heel veel bijzonders. Ik heb denk ik olifant nodig. Oh, of niet? Nou, misschien wel. Mag ik een olifant... Oh, wacht. Of we doen het zo. Ja, oké, dat werkt ook. Niet een hele grote puzzel. Ik had eigenlijk wel verwacht dat dit een lastige puzzeltje was. Omdat dit een lastige puzzeltje was, dat er ook een betere beloning tegenover stond. Maar nee. Heb ik nu alles? Nee, we hebben nog niet alles. Oké. Wat heb ik gemist? Ik denk toch dat het hiermee te maken heeft met deze bloemen. Ik probeerde al zo te springen en te doen. Maar misschien... ik heb 16 levens. Let's go. We gaan het uitvinden. Dit hoort niet zo te... Dit meen je. Oké, deze zag ik niet aankomen, man. Deze had ik echt niet in eerste instantie verwacht. Oké, wat gaan we doen? We gaan deze allemaal kapot maken. Let's go. We gaan ze niet allemaal kapot maken, maar we gaan er wel veel kapot maken. Hier dan, kom. Hop, hop. Lekker voor je. Hop. Ik heb er één laten zitten. Hallo. Kijk ze ook allemaal op de achtergrond, joh. Oké, en nu? Ik heb hem. Ik kon gewoon zo springen. Oké. Ja, dat was heel grappig. Potverdorie. Weet je hoe lang ik heb lopen zoeken? Ik denk, ja, het kan niks anders zijn. Ik heb het hele level gehad. Dat moet wel. Zo, dat was nu echt het einde van wereld 1. We hebben alles gehaald hier. En ik moet nu dus naar de wolkenplekdek ding. Maar eerst het huis van de vissende poplin. Maar die schurk heeft alle vissen verjaagd. Hoe kan ik hier nou nog lekker rustig een hengeltje uitgooien? Maak je geen zorgen. Wij zijn op weg naar Bowser om hem te verslaan. Daarna komen de vissen zeker terug. Ja, dat willen we zeker voor jullie doen. Dat is geen probleem. Een tijdje terug heeft hij dit wonderzaadje gevonden. Oh, maar die heeft een ander kleurtje? Begrijp ik dat nou goed? Ja, kijk, die heeft een hele andere kleur. Die is oranje in plaats van blauw. Oké, dat is de eerste, denk ik dan, van deze wereld. We moeten gaan zwemmen. De dolfijnenslag. Dit is de badge test. Maar heb ik die badge dan al? Oh, we moeten dus alle drie die dingen gaan pakken. Alle drie die planten. Oef, dit is een uitdaging. Dit is zeker een uitdaging. Ik ga nu al helemaal niet lekker, joh. Ik heb er bijna één. Ja, ik heb je. Soort van, ja, cool. Oké, nu de tweede nog. Ik moet in één rechte lijn, denk ik, dit doen. Dit is een beetje zonde. Ik heb daar veel tijd verloren. Ja, de binnenbocht. Oké, cool. Nu de derde nog. Waar is de derde? Die is echt heel ver weg, denk ik. Oh, daar. Misschien kan ik hem nog halen. Misschien haal ik het net. Kom op, Luigi. Kom on. Leeuwman. Ja. Lekker. Dit was top. Dit was wel zware inspanning, hoor. Deze was best lachen. Oh, hier gaan we blokjes omhoog. En dan kunnen we zo... Hotsakee, boven in de vlag. Kijk, deze wereld heeft inderdaad allemaal andere wonderzaadjes kleuren. En we hebben de badge gekregen, hè, die we net hebben gebruikt. Dus dat is nice. Nou, laten we die maar gelijk opdoen, want ik denk dat ik hier heel veel moet zwemmen. Op het snackkerelrif. Gaan we snackies eten? Hoe is hij? Ja, gaat lekker. Hoe is het met jou? Bij mij gaat het prima, meneer de plant. Wat kom jij doen, jongen? Dat is een zieke piranha, jongen.
Oké, doei. Kijk, we gaan heel hard zwemmen. Kijken of we heel snel alles kunnen vinden. Ik ben heel benieuwd. Hier is in ieder geval de eerste 10 munt. Oké, dankjewel dat je eventjes van mij een gat maakt. Dat is precies wat ik nodig heb. Oh, wacht even. Hier komt nog een keer. Niet mij eten. Niet mij eten. Mag ik van jou ook dit muntje hebben? Dankjewel. Sheep, sheep. Sorry dat ik je schiet. Maar dat was even nodig. Oké, daar komt hij weer. Ja, dit gaat wel top. Oké, we gaan een beetje zo door het level heen. Ik denk dat ik sowieso daar naar boven moet. Hier zo. Hier in deze buis. Oh, wacht eens even. Oh, ik wil niet geraakt worden. Oké, top. Even een beetje rustig zwemmen. Ja, goed zo. Oké, easy. Lekker palmboompies. Ik heb de olifant nodig. Of de superbloem. Wat is dit voor superbloem? Holy crap-a-roni. Wat was dat voor superbloem? Hoe deed ik dat? Oh, ik moet hier naar beneden, denk ik. Ja, ik moet hier zeker naar beneden. Ik moet gewoon die munten pakken. Die amuletten munten. Ja, thanks. Thanks. Dit is top. Dankjewel. Dit is nummer 2. Hier is er nog één. Wil je dit nog een keer voor mij doen? Ja, dit is top, jongen. Dankjewel. Dankjewel, maat. Super, je bent geweldig. Zonder dat hij het weet, helpt hij ons heel erg. Dat is helemaal nice. En nu nog een keer hier, alsjeblieft. Ja, dit is ook goed. Daar kan ik prima langs. Zo. Hatsikidee. Dankjewel, beest. Goed gedaan. Ik heb mijn zweefcel nodig. Oh my god. Ja, dit is verpest. Nou kan ik niet meer bovenin. Ja, dat dacht ik al. Nu krijg ik zeker niet mijn bloemetje. Oh, ik krijg wel mijn bloemetje. Oké, top. Oh, oké. Daar zit dus nog een blokkie. Ja. Als je hier langs het vlaggetje komt. Ik dacht al, ik vond het hier een beetje gek uitzien. Kan je hier dus tegenaan springen en dan kan je zo naar beneden. Ah. En dan zit hier het derde 10 muntje, denk ik. Zeker wel. Die hebben we. Oh, je kan ook gewoon op deze boom springen natuurlijk. Oh, joh. Even na blijven denken. Ja, dan moeten we dus dit kasteeltje gaan... Nou ja, het is niet echt een kasteeltje, denk ik. Maar ik heb daar wel mijn wonderzaadjes voor nodig. De zeegrotten van de Robbirds. Dat is wat anders dan Robbirds. Oh, kijk, ik moet gelijk hier naar beneden. Oh, dat is een rode buis. Oké, ik moet ergens een buis zien te vinden. En dan komen we daar terug, zo te zien. Zou dat deze buis zijn? Ja. Ja. Wat ziek idee. Kijk, dit gaat lekker. Dit is top. Hallo, doei. Oké, eens even kijken hoor. Nog meer muntjes. Oké, jij pikt al die muntjes, gek. Daarom heten ze Robbirds. Alsof ze pikkende vogels zijn. Robbing birds. Verdorie. Kom dan. Wat ziek idee. You shall not steal my muntjes, meneer. Oh, of ze vallen gewoon hieronder in. Dat kan ook. Ik ben wel benieuwd of daaronder dan wat zal zijn. Ik kan hier doorheen zwemmen. Kan ik deze pakken? Oké. Ik ben heel benieuwd of daaronder nu weer wat is. Want kijk, het ziet daar donkerder uit. Alsof we hier naartoe kunnen. Maar ik ga het nog niet proberen. Maar... Oh, oké, sorry. Ik zag jou niet. Dan kunnen we hier een pauwblokje aanzetten. Bam. Dan kunnen we door deze buis. En wat is hier te vinden? We worden hier naartoe geleid. En dan moeten we weer rustig... Zo, worden we daar naartoe geleid. Dan moeten we die weer pakken. En dan... Worden we hier naartoe geleid. Hoppakee. Weer een muntje. Oké, dit level gaat in ieder geval weer een klein beetje soepel gelukkig. Qua collectibles. Eens even kijken. Hier kunnen we een munt pakken. Dan zou ik hiernaast moeten gaan staan. Ja, en dan zo er doorheen zwemmen. En dan? Kan ik dan hier naar beneden... Nee, ik kan daar niet naar beneden. Die kunnen wel kapot. Oh, oké. Ik had hem net zo goed kapot kunnen maken. Oei, oei, pro, oei. Oh, kijk, hieronder is wat. Hieronder is sowieso wat. Ja hoor. Ja, 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 ja. Oh, en dan? Was dit alles? Was dit echt alles? Hallo. Wat gebeurt hier allemaal? Oh, kijk. Ja, kijk, we moesten weer wat volgen. Ik denk al, dit kan niet kloppen. Ja hoor, kom maar. Ja. En dan... Oh, juist. Dit was zeker niet alles. Opeens is het ondersteboven allemaal. Oké, kom maar. Kom maar. Oh, oké. Ja. Jammer dat ik geraakt ben. Maar ja, kan gebeuren, kan gebeuren. Dit is wel een beetje verwarrend, moet ik eerlijk toegeven. Kijk, een vis op het droge daar. Nu gebeurt er van alles en nog wat. Ik weet niet wat precies. Het lijkt goed genoeg. Oh, daar is het derde 10 muntje. Ja. Daarboven is ook een buis. Eerst hier naartoe. Oké, deze gaat wat spuwen. Ja. Deze gaat wat spuwen. Die hier naar boven. Oké. Heftig. Ja, gewoon hier blijven zo. Ja, dan pakken we al die paarse muntjes. Cool. Gaan we hier verder naar boven.
Nog verder naar boven. Worden we hier naartoe gespuwd? Dankjewel, manieus. Ik moet niet doodgaan, hè? Wacht even, jongens. Wacht eens even, jongens. Geef me eventjes mijn bloem. Ik wil even een stukje terug. Ik wil even hier naar boven namelijk. Ja, deze wou ik pakken. Oh, dat zijn gewoon munten. Oké, okay, cool. Moeten even al deze schildpadden ontwijken en dan hoppakee. Ja, dit was wel weer leuk hoor. We vallen op al die bakkersen van die vogels. Je bent kletsnat. Ja, dat klopt. Ik heb net lekker gezwommen, plant. Oké, dus ik heb geleerd dat je hier op die bomen kan. En dan kan je gewoon lekker zo, otsievelotsie, veel makkelijker springen. Hoef je niet zo moeilijk te doen. Oké. We mogen door. Maar waar gaan we nu naartoe? Prins Florian vond het doodeng en hij kan wel een pauze gebruiken. Kunnen we wat doen ter ontspanning? Winkelen? Is goed. In de volgende aflevering gaan we winkelen. En gaan we door met de volgende superleuke Mario Wonder Levels doen. Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij die video. Mazzel!